Wie krijgt een appeltaart vandaag? Een appeltaart, jij bent hem waard. Ik ben Imke Loeven en ik ben van Poppunt Gelderland. En dat is heel belangrijk, omdat muziek maken gewoon het allertofste is wat er is. En die muziek moet natuurlijk gewoon zo ver mogelijk reiken. Dus daar zet ik mij voor in. Get a Grip Podcast. Wie is Imke Loeven? Ik ben dus Imke, ik ben 28 jaar, ik woon in Nijmegen. Ik kom oorspronkelijk uit Brabant. Kun jij dat zien? Kun je niet horen, ken ik ook niet zien. Is wel zo. Ja. Maar ik woon al heel lang in Nijmegen. Oh. En eens even kijken. Ja, ik ben zelf muzikant. Ik speel een beetje gitaar en ik maak wat liedjes. Ik zing in verschillende clubs en bandjes. En daarnaast als werk... Ik heb lang gewerkt bij de Nieuwe Oost. Dat is een productiehuis voor popmuziek. Daar zaten we in Deventer. En daar ondersteun ik artiesten. Vooral op het gebied van profilering. Dus hoe ze hun muziek op een passende manier... die bij zichzelf paste, in de markt konden zetten. Mm-hmm. En daarnaast ben ik ook bestuurslid bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Daar zet ik me ook in voor popmuziek. Maar vooral om popmuzikanten te koppelen aan financiering, zodat je ook echt iets van de grond krijgt. En ik geef inderdaad les bij het conservatorium in Arnhem. Daar help ik studenten ook met hun profilering. Even kijken. Ja, en sinds een paar maanden dus ook Poppunt Gelderland. Waar komt het initiatief van het Poppunt Gelderland vandaan? Nou, dat is eigenlijk een initiatief dat leefde al een paar jaar. Eigenlijk bij heel veel mensen los van elkaar. Dat vind ik altijd wel een leuk teken. Dat een idee blijkbaar echt rijp is om geplukt te worden, zeg maar. Maar heel specifiek kwam het idee van de drie grotere Gelderse poppodia. Dus Doorn Roosje in Nijmegen en Luxe Live in Arnhem en Gigant in Apeldoorn. En ook bijvoorbeeld van Popsport. Die coachen hele jonge talenten tussen 12 en 20 in Gelderland, maar ook in heel Nederland. En die zeiden van tof, er gebeurt een hele hoop. We merken dat er een hele hoop gebeurt. Er zijn veel muzikanten bezig, artiesten bezig, toffe DJ's, mensen, bands. Maar er wordt nog niet zo heel veel samengewerkt. Of we merken dat muzikanten steeds bij ons komen met dezelfde vraag. Van tof, we hebben nu in Doorn Roosje gespeeld. En nu kun je ons verder helpen. De volgende stap, ja, hoe moeten we daar komen? Mm-hmm. En bijvoorbeeld een poppodium, die kan daar wel in zoverre in helpen. Maar die heeft niet de tijd om al die muzikanten om daar rustig koffie mee te gaan drinken en te zeggen, ik ken nog wel een label wat misschien iets voor je is. Weet ik veel. Dat doen ze natuurlijk wel. Maar dat doen ze eigenlijk bijna in een eigen tijd, zeg maar. Je hebt daar soms gewoon iets meer voor nodig. Iets meer mankracht, iets meer ondersteuning. Gewoon eigenlijk een partij die daar echt op gericht is. Om artiesten verder te helpen. En niet daarnaast die nog een podium moeten programmeren. Of die daarnaast nog een heel coachingstraject moeten organiseren. Maar die er puur gewoon zijn voor muzikanten. Mm-hmm. En die partij willen wij zijn. Als Poppunt Gelderland. Je was hiervoor dus inderdaad werkzaam bij de Nieuwe Oost. Wat heb je daar nou van meegenomen naar Arnhem? Eigenlijk naar heel Gelderland dus. Ja. Want we zitten hier nu toevallig in Arnhem. Maar ik zit ook wel eens in Nijmegen of in andere plekken te werken. Veel. Ja? Ja, want de Nieuwe Oost is misschien een partij die is voor niet iedereen heel bekend. Maar dat is een productiehuis en die werkt eigenlijk in het oosten van Nederland. Dus zowel in Overijssel als in Gelderland. Nee. En er zijn drie locaties. Eentje in Deventer, die specifiek gericht op popmuziek. Eentje in Nijmegen, specifiek voor literatuur. En één in Arnhem, voor dans en theater. En die drie werken eigenlijk met elkaar samen om makers in al die verschillende disciplines met elkaar te koppelen. Daarover kennis uit te delen. Maar dat is dus een van de weinige partijen eigenlijk die dus al in Oost-Nederland werken. En die eigenlijk geen eigen belang hebben. Zoals bijvoorbeeld een podium heeft altijd eigenlijk gewoon als primaire doel tof programma neerzetten in je podium. Of weet ik veel, andere partijen hebben gewoon altijd, je hebt eerst je eigen doel. Mm-hmm. Maar het doel van het productiehuis, het allereerste doel is talent ondersteunen in wat ze nodig hebben. Dus dat is een hele toffe positie, omdat je niet vastzit aan meer belangen dan dat. Dat is gewoon je allerbelangrijkste belang. Dus ik heb het genoegen gehad om daar een aantal jaar
van binnenuit gewoon te zien wat je dan kan doen. En in die jaren heb ik ook wel mijn ideeën opgebouwd over hoe kun je talenten dan ondersteunen. En ook had ik de gelegenheid om er een beetje als een soort helikopter boven te gaan hangen. Kijken. En om eens te gaan kijken van, hé, waar is iedereen nou mee bezig? Mm-hmm. En naast de podia, wat heb je nog meer voor organisaties die heel belangrijk zijn in het muziekwezen? En hoe werken die met elkaar samen? En hoe kunnen we die samenwerking misschien forceren? Hoe kunnen we die met elkaar in contact brengen? Of die kennis delen of zo? Dus in die tijd heb ik al wel veel van de ideeën waar we nu mee bezig zijn ontwikkeld eigenlijk. In mijn hoofd, langzaamaan. Ik dacht van, oh ja, dus zo zit het een beetje in elkaar. Oh ja, dan zou dit cool zijn. En oh, ik krijg van heel veel muzikanten deze vraag. Oh, maar aan de andere kant hoor ik juist... dat heel veel mensen op zoek zijn naar muzikanten of zo. Van, oh, nou, perfect. Je komt heel veel koppelen dus. Precies, ja, precies. Totdat je er een beetje boven kan gaan hangen... Mm-hmm. Kun je inderdaad ook heel goed die soort matchmakers functie doen. Oké. Het is een hele goede leerschool geweest dus. Zeker. Wat gaan de muzikanten in de Achterhoek merken van het poppunt Gelderland? Nou ja, ik hoop... hartstikke veel. Mm-hmm. En gewoon evenveel als muzikanten in andere delen van Gelderland. Want bijvoorbeeld, een van de dingen die we nu in de opstartfase willen gaan doen... is een inventarisatie maken van wat er al is. En dan bijvoorbeeld op het gebied van speelplekken... maar ook speelfiguren in bepaalde regio's. Geluidsstudio's, festivals, fondsen. Maar ook artiesten. Dus dat eigenlijk, die inventarisatie, dat in kaart brengen... dat willen we gaan doen en die kennis dan ook delen. En daar heb je natuurlijk, waar je ook in Gelderland woont... heb je daar hopelijk iets aan. Als je in de Achterhoek woont en je maakt muziek... dan kun je net zo goed gebruik maken van... Bijvoorbeeld alleen al van dat overzichtje aan fondsen. Mm-hmm. Wat we bijvoorbeeld willen gaan maken. Ja, daar kun je vanuit de Achterhoek ook voor aanvragen, zeg maar. Dat is absoluut niet gebonden aan regio. Maar ook juist binnen de Achterhoek willen we ook dat in kaart brengen van wat is er allemaal al. Zodat je ook gewoon meer weet in de buurt van ik wil graag spelen in weet ik veel. Ik ben op zoek naar speelplekken. Mm-hmm. Ik ga eens even checken van die plekken ken ik al, maar misschien een paar gemeentes verderop. Oh, die plekken ken ik nog niet. Nou, die ga ik eens mailen. Ik wil wel bij jullie spelen of zo. Okay. Ook daarom weer dus netwerk. Ja, precies. En misschien nog wel een ander leuk voorbeeld is de band Snowcoats. Die komen ook uit de Achterhoek. Mm-hmm. Ja, die zijn bijvoorbeeld al... die staan binnenkort, 6 april, staan ze op Booster Festival. Op een speciale Gelderse ambassade die we eigenlijk samen met dat festival hebben opgezet voor dit jaar. Mm-hmm. Zij zijn bijvoorbeeld al een voorbeeld van wat een act uit de Achterhoek... aan een poppunt kan hebben, want door het netwerk daar... de artiesten voor die Gelderse ambassade dit jaar zijn gekozen... door een groepje van Gelderse professionals, ook uit de Achterhoek. En zo zijn zij eigenlijk naar voren gekomen. Zij popten op als talent. Ja. En daardoor staan zij nou binnenkort op die Gelderse ambassade in Enschede. Maar daar is dan weer de hele Nederlandse muziekindustrie aanwezig. Dus als je gewoon op een natuurlijke manier opkomt in je eigen regio... wij proberen overal connecties te hebben... zodat je ook via die wegen weer ook buiten Gelderland kunt spelen. Wij van Get a Grip vonden het zeker de moeite waard... dat jij, maar ook jouw organisatie een appetijt waard is. De appetijt wordt gemaakt door onze grote vriend Paul Berns in Didam. Dat is de kampioensbakker. En ik kan je zeggen... hij is echt lekker. Hij is echt leuk om uit te delen. Het is ook leuk om mee binnen te komen trouwens. Maar hij is heel leuk om uit te delen. En ik heb zelf altijd nog een persoonlijke vraag. Met wie ga je die appetijt delen? Ja, met jou natuurlijk. Je bent de enige persoon die met mij in deze ruimte is. Neem me mee naar die studenten. Ik weet niet hoeveel je hebt. Nou, dat is een goed idee. Ja, niet? Ja, zeker. Ja, als dat mag. Natuurlijk mag dat. Wil je niet zelf ook een stukje?